het woord aan de heer Van Truiten, spreekt namens de fractie van Burgerblaar. Dank u wel. De eerste perspectiefnota van deze nieuwe bestuursperiode. En in deze algemene beschouwing zetten we de grote lijnen uit voor de komende 4 jaar. En die grote richting die kunnen we als burgerbelangen natuurlijk niet veranderen. En dat kan ook niet, want dit is een uitvloeisel van het nieuwe convenant, Ruimte voor Ede. En dat is al lastig genoeg natuurlijk om met 5 partijen met verschillende visies toch gezamenlijk tot een convenant te komen. En we kunnen er enigszins van balen als fortunistische politieke partij. Maar ergens houden we ook wel van dit coalitiestelsel, waarin geen enkele stroming het alleen voor het zeggen heeft. En dan zouden we nog kunnen zeggen, een beetje cynisch, van ja goed, daardoor is het van alles een beetje en daardoor tegelijkertijd niets. Maar dat doet het huidige convenant ook wel iets te kort, dit bestuursakkoord. Zeker omdat natuurlijk de punten die wij konden aandragen, waarvan we enkele punten hebben aangedragen, zoals dat, het onderzoeken van dat jonge culturele erfgoed, dat is door deze coalitie overgenomen. En daar zijn we heel erkentelijk voor. En dat geeft inderdaad ruimte aan Ede en ook ruimte voor andere standpunten van de oppositiepartijen, die ook een grote groep kiezers vertegenwoordigen. Waar we enigszins op verschillen, dat is natuurlijk enigszins wel de ambitie van de duurzaamheid. Nou, die ligt hier op 2050. Ik hoor sommige partijen al zeggen dat ze er maar 2045 willen halen. Van ons mag dat ook 2060 zijn. Mag dat ook wel wat naar achteren geschoven worden. Heer Van der Schans. Ja, voorzitter, als ik het goed begrijp, maar dat is alweer een paar weken geleden. Volgens mij heeft de fractie Burgerbelangen voor de routekaart Energie Neutraal 2050 gestemd. Dat klopt toch, of niet? De heer Van Druiten. Dat klopt op zichzelf wel met behoud van die windmolens. En op zichzelf kunnen we hier wel achter staan. Alleen als wij keuzes mogen maken, en daar gaat mijn bijdrage verder ook op, bijvoorbeeld over de openbare ruimte. Dan zouden we graag zeggen van nou, maar wij zitten niet aan de knoppen hier. Hè? Dus ik bedoel, wij begrijpen dat dit college dat het belangrijk is. GroenLinks zit erin, de VVD zit erin. Ze zijn allemaal relatief duurzaam. De ChristenUnie wil ik ook niet uitsluiten. Dus wij snappen dat er natuurlijk een ambitie gesteld wordt. Alleen bij ons zou daar niet de prioriteit liggen. Heer Van der Schans. Ja, voorzitter, dat snap ik allemaal. En volgens mij is de heer Van der Ruit een van de 39. Dus maar goed, hè. Maar de suggestie dus die meermalen wekt van joh, ja, die 2050, dat vind ik eigenlijk allemaal maar spannend en zo. U heeft er zelf voor gestemd. Dus dat is daarmee toch ook duidelijk. Heer Van der Ruiten. Nou, wij zijn ook niet uitgesproken tegen duurzaamheid. We zien wel dat naarmate die technologie vordert, dat vaak die doelstellingen soms eerder te behalen zijn. Hè. Als we soms even wachten, kan het best zijn dat die technologie vordert en dat we uiteindelijk dezelfde doelstelling halen. Onze essentie is meer eigenlijk dat wij liever onkruidvrije stoepen hebben en perken, omdat dit het directe belang van de burger dient. En niet een of andere Kyoto-doelstelling waarbij Ede toch een stip op de wereld blijft. En ik weet, dat is een beetje, voelt een beetje als vloek in de kerk hier, want duurzaamheid, dat wordt hier breed gedragen, ook wel door ons. Maar burgerbelangen ziet het voornamelijk als een bestuurlijke ambitie. En wij denken dat dit college zich daar niet geheel van bewust is. Burgers zijn huiverig. Hè? Denk alleen al als termen vallen zoals aardloos gas maken van woningen. Zeker voor bestaande woningen geeft het veel mensen kopzorgen. Zeker als men straks honderden euro's aan extra energiekosten moet bijbetalen. Daar zijn mensen toch huiverig voor. En je ziet deze kloof ook heel erg mooi terug. Hè? De kloof tussen politiek en burger in het binnenveld. Met die zonneweiden. Van de Weur, op Edes grondgebied. En dan zien we al de eerste haarscheurtjes hier ontstaan. En het CDA heeft daar een hele goede politieke antenne voor en stelt dan ook meteen raadsvragen. En als burgerbelangen begrijpen we dat ook wel en we snappen het ook wel. Maar we hebben er ook een beetje een dubbel gevoel bij. Want gaat het hier nou uiteindelijk om de vermindering van de CO2-uitstoot en schone energie? Of gaat het om behalen van Edese cijfers? Waar is dan de echte intrinsieke motivatie? En is die er eigenlijk wel? En dan gaat het hier nog maar om 10 hectare. En laat staan als er straks 50 hectare is, dat belooft nog wat te gaan worden. En als de belangen van de omwonenden zich dan aandienen, dan kan ik u nu al zeggen dat veel bewoners niet op dat soort spiegelende oppervlakken zitten te wachten. En we hebben dan ook wel de motie van de SGP, hè, die mogelijk ingediend wordt, of wij deze schaarse landbouwgronden moeten inzetten voor deze doeleinden. Dat noopt onze fractie in ieder geval wel tot nadenken. En laten we ook vooral het beleid in Wageningen niet als voorbeeld nemen. Zeker met een voormalig Wageningse wethouder ligt dit op de loer.
En dat is, in onze ogen zo links dat de provincie zelfs ingreep en de regie heeft overgenomen door een inpassingsplan te starten om de bereikbaarheid van de campus te vergroten, omdat de raad tegen verbreding van de Nijenoord Allee stemde. Elke vooruitgang betreffende bereikbaarheid loopt stuk. Wageningen is een soort grote trechter waar je niet fatsoenlijk met de auto in en uitkomt. Samenwerken is goed en wellicht is er nog het een en ander te leren, maar met verkeer zijn we in Ede stukken verstandiger bezig. En als we het dan toch over de provincie hebben en het CDA, dan kan ik opmerken dat onze fractie met plezier het stuk van de heer Condeur in de krant heeft gelezen, die overigens goed werk verricht in de Provinciale Staten. En ik ga ervan uit dat de heer Van der Schans dat in ieder geval niet wil weerleggen. De heer Van der Schans. Voorzitter, de bijdrage van de heer Van der Ruiten lijkt een soort van een hele lange liefdesverklaring te zijn richting het CDA. Ik zou zeggen, ik heb nog wel wat minuten spreektijd over. U mag ze allemaal hebben. De heer Van der Ruiten, richt zich op de gemeentelijke politiek. Ja, wij zijn wel kort en verstof. Ik vind het wel. Ik dank u wel voor het aanbod, hoor. Want heel genereus, misschien ook wat minder polariserend. Goed, wij kregen in ieder geval een beetje het gevoel, hè, want de heer Condeur die heeft het over dat hij als raadslid vaak hier met ombuigingen geconfronteerd werd en dat ze in de provincie 4 miljard overhielden. En eigenlijk ademde dat artikel een beetje uit dat het geld toch wel tegen de plinten aanklotste daar in dat, in Arnhem. En wij kregen een beetje het gevoel dat we ook met Europa hebben. En laten we nu net zo'n mini-Europees parlement in onze achtertuin hebben, waar het de bedoeling is om die miljoenen weer uit te geven. En ik moet zeggen dat de suggestie van de heer Condeur van, nou kijk eens vaker of er niet bij de provincie meer geld te regelen valt, dat het ons wel prettig lijkt als die suggestie misschien toch meegenomen wordt. Omdat we misschien op die manier toch projecten gefinancierd krijgen die we nu uit eigen zak betalen. En dat is zonde, want daar ligt blijkbaar een hele zak met geld. Dan hebben we nog wel een kleine opmerking betreffende de wateroverlast op veel locaties in Ede. We lezen dat we onderzoek gaan doen en maatregelen gaan treffen. Maar het is niet echt precies duidelijk van ja, wat voor kosten we daar voor ramen in deze begroting. En dat hadden we toch enigszins verwacht dat terug te kunnen vinden. En ja, hele grote politieke veranderingen zullen we niet kunnen bewerkstelligen met deze perspectiefnota. Maar dat geldt eigenlijk voor elke partij. Maar voor veel inwoners kunnen we vaak ook met kleine zaken ook weer dingen betekenen. En wij dienen dan ook 3 moties in. Allereerst zouden we graag zien dat de Nederlandse vlag in onze raadzaal komt. En ten tweede dienen we een motie in over het diploma zwemmen. En zijn wij die voornamens ook met mede indienen, of tenminste de PvdA is mede indienen van die motie betreffende het zwemmen. En dat gaat om het schoolzwemmen. Nou, Burgerbelang is altijd voorstander geweest van schoolzwemmen. En gelukkig zijn we tot een variatie gekomen de afgelopen raadsperiode in de vorm van Swim to Play. Waarmee de basisscholen in Ede kennis kunnen maken. Maar ik zie al iemand naar voren komen. Ja, dat klopt. De heer Jansen. Dank voorzitter. Ik had inderdaad een paar vragen aan de heer Van der Ruiten over de motie over zwemmen. We zijn het eens dat zwemdiploma belangrijk is. Maar mijn eerste vraag is, heeft u ook navraag gedaan hoe de regeling op dit moment werkt? En hoe het komt dat er zoveel kinderen geen zwemdiploma hebben? De heer Van der Ruiten. Ik moet eerlijk zijn dat ik de motie zelf niet heb uitgewerkt. Ik heb er wel naar gekeken en ik heb er wel een betoog bij. En ja, de motie is wel onderbouwd, maar ik ben er niet zelf helemaal in gedoken. Dus het antwoord daarop direct kan ik in ieder geval niet geven. Maar u vraagt denk ik naar de bekende weg, heb ik een beetje zo'n vermoeden. Nee, ik was gewoon inderdaad oprecht benieuwd van, waar heeft daar oorzaken van? Want op zich klinkt aantrekkelijk. Maar ik ga even naar mijn tweede vraag. We hebben nu zo'n 130% norm. U geeft aan van dat u dat misschien wil oprekken. Hoe ver wilt u dat oprekken? En twee, daaraan gekoppeld de vraag van, waar ligt dan die eigen verantwoordelijkheid van ouders in uw perspectief? De heer Van der Ruiten. Nou, dan geef ik toch graag het woord even door aan mijn... Nee, oké. U hebt geen reactie, dan ga ik naar mevrouw Peters. Ja. Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, aangezien ik de motie met mijn eigen handjes heb geschreven... Ja, maar die motie is nog niet ingediend. Nee, dus maar u weet ook niet exact wat erin staat. Of het onderwerp uitgewerkt heb, laat ik het zo noemen dan. Wil ik best antwoord geven op uw vraag. De eerste vraag, de Edese situatie hebben wij niet in cijfermatige aantal. Die hebben we niet.
Op zich is dat natuurlijk wel interessant om te weten. Dus als dat nagevraagd zou kunnen worden via het college, zullen we dat ook uiteraard gaan doen. Maar voor het voorstel om dat wat uit te breiden, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Want het gaat ook om dat het in de toekomst geborgd is. De 130% is in principe inkomensgrens is in principe goed. Daar gaat het ook niet om. Die moet ook vooral blijven. Waar het ons om gaat is dat er ook mensen zijn die er net boven zitten en daardoor wat mislopen. En de vraag is meer, is er iets wat we nog kunnen doen voor deze mensen die daar net boven zitten? In de vorm van, ja, als voorbeeld bijvoorbeeld een wat lagere vergoeding dan de vergoeding die staat voor die 130% inkomensgrens. Even kijken, wat nog een vraag, even te bedenken. Moet u mij even helpen? Ja, Dean Jansen. Nou, ik had inderdaad gevraagd van, is het aan niet ook de verantwoordelijkheid van de ouders zelf? Maar ik kon er even kort reageren op uw opmerking, van die net boven liggen, maar het woord net boven, dat schuift natuurlijk elke keer op. En waar ligt dan op een gegeven moment bij u de grens? Ja, mevrouw Peters. Nee, precies. Nou, waar die grens ligt, dat is niet iets wat we per definitie willen vaststellen. Wat we eigenlijk willen horen is van het college van, hoe staan zij erin om überhaupt ouders die net boven de 130% grens zitten tegemoet te komen, hè? Dat laten we even open. Dat is niet per definitie iets meteen vast op 1 of 2 euro. Ik bedoel, dat willen we gewoon graag onderzoeken. Is die mogelijkheid, daar staan we daarvoor open. En wat zijn die mogelijkheden daarop? Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelen. De eigen verantwoordelijkheid van ouders is er natuurlijk altijd. Maar wat we ook lezen in de landelijke media is dat er veel kinderen zijn tegenwoordig die minder vaak een diploma halen of stoppen naar een A-diploma. Vanwege de kosten wat het met zich meebrengt, maar ook vanwege culturele achtergrond, waardoor de gevaren minder bekend zijn. Dat zwemmen lijkt ooit makkelijk, maar dat is het in de praktijk helemaal niet. En dat zijn wel vaak redenen waardoor het diploma zwemmen een ondergeschoven kindje wordt. En daarom vinden we het ook belangrijk dat wat breder getrokken wordt in die regeling. De heer Jansen, laatste keer op dit onderdeel. Ja, dank nog. En korte vraag dan aan de heer Van der Ruijten of van mevrouw zijn wederhelft. Het kost geld. Waar gaat u het vandaan halen? Wat wordt dan in mindering gebracht? Wat is voor u zo belangrijk dat u zegt van hey, daar haal ik het weg en ga ik dieper inzetten? De heer Van der Ruijten. Ja, daar moet ik u helaas, daar kan ik geen antwoord op geven. Dan zullen we eerst het totale bedrag moeten weten wat het meer gaat kosten. En dan vinden we dat grote boek echt wel een post waar we weg kunnen strepen. Dan is het natuurlijk nog de kunst om iets te vinden waar we gemeenschappelijk achter kunnen staan om dat weg te strepen. Maar ik denk dat niet de grootte van de draag zullen zijn. Ik weet dat met het schoolzwemmen destijds 270.000 euro gemoeid met het hele product was. Dus ik ga ervan uit dat die kosten hier nog geen fractie van zullen zijn. En daar zal op een begroting van 300 miljoen wel een gaatje te vinden moeten zijn, denk ik. Heer Van Huisteen, een vraag aan de heer Jansen. Ja, meneer Jansen verwijst terecht naar een eigen verantwoordelijkheid van ouders. En dat is natuurlijk met die 130% grens altijd een probleem. Waar het om gaat, wij doen er niet voor niks mee indienen van dit voorstel, om te zorgen dat alle kinderen in Ede zwemmen leren. En als we dan naar eigen verantwoordelijkheid kijken, denk ik van ja, we hebben een hele discussie gehad over vuurwerk afsteken. En daar vindt de ChristenUnie blijkbaar dat eigen verantwoordelijkheid niet geldt, dat gaan we opleggen. En ik denk dat je deze hier om kan draaien, dat je ook hier een stukje overheidsverantwoordelijkheid kan nemen. En dat we elkaar misschien daar wel in moeten vinden, op die tussenweg. En dat geeft ook gelijk antwoord op de vraag, als u het in mijn hart kijkt, waar dan het budget gevonden moet worden, laten we wel een paar vuurwerkshows minder doen. Dan kunnen we daar die zwemlessen van betalen. De heer Jansen. Ik heb geen reactie. Het is helder. Oké, is duidelijk. Gaan we door, maar eerst de heer Omloop. Ja, ik begin er nu wel een beetje een soort handjeklap discussie te vinden. En we praten hier volgens mij over minimabeleid. En ik vind ook wel zo'n motie als u nu aangeeft. En geeft ook aan, het komt landelijk naar boven. En dat is misschien wel een probleem, misschien niet een probleem. Dan heb ik liever dat u zegt, we gaan eens serieus kijken naar het minimabeleid. Goed onderzoek doen. Wat is nou in Ede echt nodig? Wat is het probleem? Voordat u zo'n motie op tafel legt. Want dan vind ik hem wel een beetje fortunistisch of opportunistisch, eerlijk gezegd. Nou, dat prefereer ik fortunistisch. Maar de motie was breder. Hè? Het ging natuurlijk niet, die 130% was een element erin, maar het ging ons ook vooral om die leeftijdsgrens, hè? Die nu natuurlijk keihard met 8 jaar gesteld wordt.
En je kunt ook afvragen of een kind van 9 ook niet kan verdrinken of 10. Dus ik bedoel, die motie was wel breder dan beoogd dan puur nu die focus op die 130 te leggen. En ik begrijp u wel, want die grens van 130, een grens die je stelt is altijd arbitrair. Hè? Waarom is het dan met 130, waarom is het niet 131 of 132%? Dus ik snap uw huivering daarvoor wel, want het is ook niet dat we dat hele, die 130% helemaal ter discussie willen stellen. Maar puur willen kijken, is het misschien hier mogelijk om daar enigszins ja, coulantie in te betrachten. Ja, heer Van Omlo, nog een reactie. Ja, dan blijf ik nog steeds vinden dat op het moment dat u zo'n motie voorbereidt, dat u dan goed moet uitzoeken wat is dan de Edese situatie. Ook moet weten inderdaad wat de heer Jans ook al aangaf, waar haal ik het geld dan vandaan voordat u hem op tafel legt. En dan zou ik zeggen, ja, zoek dat dan eerst eens goed uit en kom dan in de bespreking in het najaar terug met een wat ons betreft beter onderbouwd verhaal. Ja, maar heer Van Druiten. Als ik dan de moties en dergelijke van de VVD bekijk, zie ik daar ook niet altijd een bedrag staan van, nou, die motie kost zo en zoveel geld. Dus dan heeft u zelf ook nog wel wat huiswerk te doen, denk ik. Oké, u kunt elkaar niet overtuigen. De heer Van Huisteen. Ja, ik heb een vraag aan de heer Omloop van de VVD. Ik snap wat hij zegt, hè, over de discussie over minimabeleid. Ik denk dat we die ook zouden moeten voeren. Maar daar gaat deze motie natuurlijk in essentie niet over. Die gaat in essentie erover dat we vinden dat alle kinderen moeten leren zwemmen. En los van hoe we dat dan formuleren, dat is een mooi kader wat je aan het college mee kan geven. En die kunnen dat dan bij de programmabegroting van het najaar uitgewerkt hebben, hoe we dat voor elkaar geven. Als we de motie zo zouden aanpassen, zou je dan meegaan? De heer Omlo. Ik ben heel benieuwd naar de teksten van de motie, maar ik blijf wel vinden dat ja, kijk, natuurlijk, u geeft aan, en u hangt hem op aan het kapstok veiligheid, hè, alle kinderen moeten kunnen zwemmen. Maar ik ben wel heel benieuwd, dan welk probleem lossen we nu op? Hè? Want op het moment, want die vraag werd ook terecht door de Janssen gesteld. We weten dat er landelijke problemen zijn, maar geef dan de opdracht aan het college om eerst gewoon eens te kijken van wat zijn nou echt de problemen in Ede. Voordat we dan met een motie komen waar we niet weten waar we het geld vandaan halen, of er überhaupt wel een probleem is in Ede. Maar we worden wel gevraagd om een aantal dingen te doen. Hè? Leeftijdsgrenzen op te rekken, te kijken of we een bepaald bedrag al kunnen reserveren. Dat gaat me dus veel te ver. De heer Van Huisteen. Ja, ik moet hier nou uit constateren dat de VVD wil ontkennen dat er minder mensen, minder kinderen zwemles krijgen. Als gevolg van ons beleid, omdat we dat een paar jaar geleden hebben afgeschaft, het schoolzwemmen. Ik denk dat dat evident is, dus dat het vrij pijnlijk is als u zegt van nou, dan moeten we eerst maar eens onderzoeken of dat wel zo is. Dus ik denk dat u wegloopt van uw veiligheidsverantwoordelijkheid en dat valt me toch een beetje tegen van de VVD. De heer Omlo, een laatste keer op dit onderdeel. Ja, ik vind dat de heer Van Huisteden toch wat te makkelijk chargeert. Hè? Want dan zeggen we, dan hangen we het aan de kapstok veiligheid. Hè? Volgens mij heeft ook de VVD aangegeven dat we schoolzwemmen hartstikke belangrijk vinden. Alleen ik vind, als je dan een motie voorbereidt, we hebben ook al een discussie gehad over een andere motie, dan vind ik wel, op het moment dat de heer Janssen een aantal terechte vragen stelt, bijvoorbeeld waar betalen we het dan uit, hè? Hele simpele vragen op het moment dat we het over de begroting hebben, dat we dat gewoon goed scherp moeten hebben. Dus ik ben helemaal niet tegen die motie. Alleen wat ik aangeef aan de heren Van Druijten ook, bereid hem nou goed voor, zorg nou dat we goede data hebben, dat we precies weten wat we willen, want dan kunnen we ook ergens zinvol over stemmen. Dank, heer Van Druijten, u wilde op reageren. Ja, een korte reactie. Ja, goed, op zich zie ik wel een stap naar voren. Want ik kan me nog een wethouder herinneren in VVD gelederen die zwemmen zelfs een luxe sport durfde te noemen. Dus als we dat kunnen laten varen, dan zijn we al een heel eind, denk ik. Ja. Mevrouw Peters nog. Ja, ik had wel een interruptie op de heer Omlo. Want ja, u doet over de kosten. Maar als u de motie gelezen zou hebben, interesseert een beetje dat u dat niet heeft gedaan. Want u zegt zelf dat u de tekst nog moet lezen. Daar staat er ook dat er onderzoek moet worden gedaan of het überhaupt mogelijk is om iets voor die groep te betekenen die boven die 130% valt. En ook daarvan de kosten uit te zoeken. De Edese situatie als nu, het gaat niet alleen om het nu, hè, het gaat ook om in de toekomst voor kinderen. En de leeftijdsgrens wuift u een beetje weg. Maar als we bij zwemles kijken, is het advies om zwemles te starten vanaf 4,5 jaar. En de regeling die we in Ede kennen, die is voor kinderen van 7 en 8 jaar. Als we kijken ook naar andere gemeenten, wat die aan regelingen hebben, dan is het overal wel verschillend. Maar bij heel veel gemeenten is die leeftijdsgrens wel ruim, vanaf 5 of 6 jaar. Hè, tot bijvoorbeeld 18 jaar of in 2 geknipt. Er zijn overal verschillende regelingen. Er zijn gemeenten die doen alleen een A-diploma, doen ze gratis voor kinderen tot 12 jaar. Voor de kinderen die ouder zijn, doen ze een jaar gratis zwemles. Er zit heel veel verschil in. Maar die leeftijd is wel iets wat speelt in de zwemwereld. Want met 7, 8 jaar pas in Ede kunnen starten als je een laag inkomen hebt, is wel vrij laat. Waarbij veel kinderen al op 5, 6 jaar starten.
Oké, maar dus ik wil me richten... Dat wil ik wel even meegeven. Ja, oké. Dat is een statement, is geen vraag. Ga ik naar mevrouw Hazeleger. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even weten waar Burgerbelangen de leeftijd van 8 vandaan haalt. Want we hebben met elkaar, tevens uw handtekening staat eronder, aangenomen een motie beleid op te stellen in diplomazwemmen voor kinderen in de leeftijd van 5, 6, 7 jaar uit Ede. Ook Swim to Play is voor alle kinderen van de basisschool en kinderen gaan hier met 4 jaar naar de basisschool. En dan krijgen ze een Swim to Play diploma. Dat is eigen worden met water. De leeftijd van 7, 8 jaar, die haal ik uit de website van Ede, waarop staat als je gebruik wil maken van de regeling, dan staat daar voor kinderen van 7 en 8 jaar. Dan is de informatie op de website niet goed of hij wordt niet juist uitgevoerd. Maar dat is wat op de Edese site staat als je in aanmerking wil komen voor deze regeling. En de regeling staat natuurlijk los van Swim to Play. Swim to Play is iets wat we hier hebben besloten als vervanging voor schoolzwemmen. Wat ook een heel mooi iets is. Waarvoor overigens een vraag uitstaat bij de ambtenaren hoeveel scholen er nog niet meedoen. Daar heb ik helaas nog geen antwoord op gehad. Maar dat is ook iets wat wij altijd nog onder de aandacht willen blijven brengen. Maar dat staat hier even los van het Swim to Play. Mevrouw Hazeleger. Maar er is dus uw vraag eigenlijk om alleen voor de minima, of die daar net boven komen, om daar de leeftijd te veranderen. En niet voor de kinderen die ook, ik bedoel Swim to Play vanuit school, maar voor alle kinderen die naar Ede gaan vanaf 4 jaar. Mevrouw Peters. Ja, de leeftijd oprekken gaat over het diploma zwemmen van de regeling van de gemeente Ede voor diploma zwemmen, voor de minima inderdaad. Oké, hartelijk dank. Heer Van Druiten, vervolg uw betoog. Ja, nou en ten derde, dat was eigenlijk waterpunten, is te onderzoeken of de mogelijkheid van een fontein op het Bart van Elst plantsoen, daar willen we graag de mogelijkheden van onderzoeken en we dienen de mede-indiener van die moties, de SGP. En vroeger stond daar namelijk ook al een fontein en dat is nog niet eens zo lang geleden. Hij werd zeg maar op 25 augustus 1976 geopend en de heer Koster was daar destijds bij. En hij heeft hiervan ook zelfs een hele mooie foto gemaakt. En hij kan dus echt met trots zeggen, ik was daarbij. En nou, wij zouden graag dat moment weer over willen doen. Dus ja, wij zouden graag willen kijken of toch die fontein weer terugkwam. En ook de ijssalon die daar stond, die heeft de naamgeving daar aan te danken. De heer Koster. Nou, daar kan ik aan toevoegen dat de opening geschiedde door Kaluna de 20ste, weet ik zo uit mijn hoofd. Het was een historische gebeurtenis, maar meneer Van Druiten heeft het over herstel cultureel erfgoed, een oude fontein. En in dictum vraagt u om een fontein. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van die drie criteria? De heer Van Druiten. Nou, als u die woorden vangt, het liefst in de oude stijl. Hè? Dat bent u van ons gewend. Dus als die exact hetzelfde kan zijn als in 1976, dan weet u beter dan ik. De heer Koster. Dat weet ik inderdaad beter, ja. Die fontein is afgebroken omdat die door de gebruikers van het plein gebruikt werd om rotzooi in te gooien. En de ene dag een pak Omo, dan wel een fles Dref, dan wel een pak ander wasmiddel. En om die reden is die op verzoek van het 4-5 mei-comité afgebroken. Dus ik vraag me af of u niet beter in een andere richting kan zoeken en de wethouder van cultuur eens aan kan kijken. Of die in het kader van beeldplan Bennekom misschien iets kan doen. De heer Van Druiten. Wat past bij een Memorial Park? Uw vraag is duidelijk. De heer Van Druiten. Ah, wellicht is er na 40 jaar toch al wat veranderd. Misschien de mentaliteit in Bennekom al en de pakken Omo en dergelijke. Ja, misschien dat het deze keer anders gaat. Dat was toen. Een stukje hoop natuurlijk ook. Oké, hartelijk dank, heer Koster. Mevrouw Peters, ja, ik kijk toch ook met de schuin ook naar de klok. We moeten wel doorgaan. Korte vraag, voorzitter. Dank u wel. Nee, u maakt zich zorgen om dat er rotzooi in de fontein komt. Ik bedoel, daar zijn we met z'n allen bij. Ik denk dat we daar ook wel voorlichting over kunnen geven. Maar bent u dan niet bang dat op het nieuwe Marktplein in Ede rotzooi tussen het water wordt gegooid? De heer Koster. Ja, ik geef u geen antwoord op. Dit vind ik een onzin vraag die niet de zaken doet. En meneer Van Druiten is in uitstekende staat om zelf het woord te voeren voor burgerbelangen, denk ik. Hartelijk dank, heer Koster. Ga ik naar de heer Van Druiten. Ja, ik ben verbaasd. U brengt die Omo te sprake. En u zegt van nou, Bennekommers gooien dus blijkbaar in het verleden massaal pakken Omo en wasmiddel in de fontein. En u ziet de Edenaar daar dan niet toe in staat? Of, ik begrijp dat niet goed. En inderdaad, ik kan het goed zelf af. Maar ik vind het toch altijd wel fijn als ik een beetje word aangevuld. Zeker als het over zwemmen gaat. Want daar was ik vroeger ook niet zo'n liefhebber van. Nu maar laten we doorgaan.
Dan nog twee andere puntjes. Waar veel inwoners zich enorm storen is het onderhoud van de openbare ruimte. En vooral het hoge onkruid geeft een verloederd beeld en zorgt op kruisingen bij bijvoorbeeld fietspaden voor onveilige situaties. En afgelopen jaar heeft het college een toezegging gedaan om bij de perspectiefnota met een plan van aanpak te komen om in elk geval de boomspiegels weer te onderhouden. En wij hebben geconstateerd dat aan de toezegging niet voldaan is. En dat vinden wij zeer spijtig en wij zullen op dit onderwerp later ook gaan terugkomen. Daarbij is het opmerkelijk dat de meerderheid van de raad vorige week besloten heeft om nog een jaar verder te gaan met de lokale ombudscommissie Ede, waarbij kostenpost van jaarlijks 30.500 euro in het besluit genoemd werd. En we vervolgens in de perspectiefnota een verdriedubbeling van dit bedrag teruglezen, namelijk 96.000 euro. Kan het college uitleggen hoe dit kan? Want het lijkt erop dat op deze wijze de raad een rat voor de ogen wordt gedraaid. Dank u wel. Dank, heer Van der